Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond en welkom vanuit de Meerpaal in Dronten. Wie wordt de sterkste man van Nederland? Dat is de vraag die centraal staat in dit 1 uur durende programma. Een programma waarin 8 superzwaargewichten de strijd zullen aanbinden met 8 loodzware onderdelen. Interessante vraag daarbij, wat er is gebeurd sinds oktober 1979... toen ene Gerard Dupri uit Egmond aan Zee werd uitgeroepen tot sterkste man van Nederland. Is hij, inmiddels bijna 45 jaar oud, nog steeds de sterkste? Of is er een nieuwe generatie opgestaan die hem het vuur na aan de schenen legt? Oordeelt u zelf wanneer wij nu de deelnemers aan u voorstellen. De eerste krachtpatser is de 30-jarige Rob Foree uit Voorburg. In het dagelijks leven eigenaar van een schoonmaakbedrijf. Rob deed aanvankelijk aan bodybuilding, maar vond het powerliften toch ook een aardig tijdverdrijf en ging zich daarin steeds meer specialiseren. Hij weegt 114 kilo en heeft als persoonlijke records 190 kilo bij het bankdrukken en 270 kilo bij het deadliften. Hier is hij in training voor het stalen stavenbuigen, straks een van de onderdelen. Dit is Kees de Vreugd uit Katwijk aan Zee. Kees is 30 jaar oud, weegt 119 kilogram, meet 1,87 meter en heeft een borstomvang van 1,35 meter. Slager van beroep bracht hij het bij het powerliften tot Nederlands recordhouder in de klasse tot 125 kilogram. Zijn beste prestaties bij de 3 onderdelen, kniebuigen 345 kilogram, bankdrukken 185 kilogram en deadlift 317 kilogram. Respectabele aantallen voor iemand die pas 2 jaar met deze sport bezig is. Een van de lichtste deelnemers uit het gezelschap is de 29-jarige Simon Wulfsen. Hij weegt namelijk maar 106 kilo. Wulfsen, die in Dordrecht woont, is Nederlands kampioen powerlift in de gewichtsklasse tot 110 kilo. Op de Europese ranglijst bezet hij een hele goede 5e plaats en de algemene verwachting is dat hij snel verder zal stijgen. Persoonlijke records van Siem, 215 kilo bankdrukken, 315 kilo kniebuigen en 330 kilo deadlift. Rinus Steinbach komt uit Rotterdam en is taxichauffeur van beroep. Hij is 28 jaar oud, meet 1,89 meter bij een gewicht van 130 kilogram en verheugt zich in het bezit van een borstkas van 1,42 meter omvang. Ook hij beoefent het powerliften en hij is lid van de sportstudio New World in Rotterdam. Persoonlijk record bankdrukken 185 kilogram, net als Kees de Vreugd, en deadliften 350 kilogram. En dat laatste is zeer hoog en veelbelovend voor iemand die pas begonnen is met deze sport. Peter Erbergen uit Alkmaar is een jonkie. Hij is namelijk 21 jaar en weegt 103 kilo. Hij is de lichtste deelnemer van de 8. Peter is ook powerlifter, was 3 maal de sterkste man van Alkmaar en 1 maal van Noord-Holland. Persoonlijke records, 155 kilo bankdrukken en 275 kilo deadlift. Hij probeert zich hier te bekwamen in het vatenladen. De volgende kandidaat, de 30-jarige Huub van Eck, vinden we wanneer hij niet in zijn eigen powerclub bezig is op de Albert Kuip in Amsterdam. Hij is met zijn vader Mark Koopman, maar tussen de bedrijvigheid van zijn winkel van Sinkel door demonstreert Huub de onderdelen die hij bij deze competitie van de sterkste man verwacht. Van Eck is met zijn 1,80 meter lengte en zijn gewicht van 110 kilogram een sterk baasje, want hij mag zich noemen de sterkste man van Amsterdam. Misschien ook wel in grappen. En verwacht er nog 10 seconden. Ja, 35 euro. Absoluut de zwaarste is Tacho Pisco. U kent hem van de sterkste man van de wereldcompetitie in Amerika. Hij kwam daar goed mee met alle azen en werd van de 10 deelnemers uiteindelijk 7e daar. Tacho weegt 170 kilo en is 30 jaar. Loopoefeningen naar de overkant doen. Nummer 1 tegelijk en dan de nummer 2. Okay. Hij werkt als leraar lichamelijke opvoeding aan de Sociale Academie in Sittard. En evenals alle andere deelnemers is Pisco powerlifter. Ten slotte dan de titelverdediger Gerard Dupri. Bijna 45 jaar oud, 1,78 meter klein en 130 kilogram zwaar. Zijn borstomvang 1,40 meter.
Dupri is Nederlands kampioen powerlift in de zwaarste klasse en hij is in dit gezelschap de man met de meeste ervaring. Naast de Nederlandse aflevering zagen we hem ook in de Europese en de wereldfinale. Nou, u hebt het gezien, het ziet er allemaal indrukwekkend uit en de verwachtingen zijn hoog gespannen. Het eerste onderdeel, en het is direct al een pittige klus, het boomstam tillen. Het boomstam tillen dus. U ziet hier de 21-jarige Alkmaarse powerlifter Peter Egbergen op 110 kilo. De heren zijn gestart met een gewicht van 90. Ze hebben per gewicht anderhalve minuut de tijd. En alle deelnemers zijn nog in de strijd nu. De stam moet met gestrekte armen en benen 2 seconden boven het hoofd worden gehouden. En dat lukt voor Peter Egbergen. De riem weer af. Die is nodig voor de steun. En die riem heeft ook om Kees de Vreugd, de slager uit Katwijk. Een zeer sterke man. Nederlands recordhouder in de gewichtsklasse tot 125 kilo. We hebben het dan over powerliften. Rollend naar de borst en dan uitstoten. En drukken. Een goede poging en hij is zeer voorzichtig met het materiaal en legt het daar keurig neer. Volgende deelnemer, Rob Foree uit Voorburg, 30 jaar is hij. De eigenaar van een schoonmaakbedrijf. 110 kilo, het zijn nogmaals gezegd, op de borst en dan uitstoten. En dat gaat met moeite. Eigenlijk niet dus. En dan geeft hij het op Rob Foree. Hij strandt op 110. De eerste afvaller, jij strandt op 110, hè? Ja, wist ik van tevoren. Waarom? Het is niet mijn sterke punt gewoon. Wat wel? Dat zien we straks wel, sorry. Dan is hier de Rotterdamse taxichauffeur Rinus Stijnbach, 28 jaar. 1,89 meter en 130 kilo zwaar. Ademen, stoten! Geen probleem. De volgende. Marit Koopman op de Albert Kuip in Amsterdam. Huub van Hek. Kopie erbij. Kopie erbij. Ja! Oké. En rusten. En dan moet het nu gebeuren. En dan maar, kop! Explosiviteit. In 2 seconden. Prima gedaan. Het gaat nog steeds makkelijk zo te zien bij jou. Nou, het is nog een beetje rillerig. Hè? Het is je eerste onderdeel. Je bent wat nerveus. Kracht zitten. Ik heb even de beven eventjes en dan ga ik merken aan mijn benen waar je moet stilstaan. Maar je hebt routine met dit soort kampioenschappen, hè? Nou, het is de tweede keer dus. Het is nou niet om nou te zeggen van wat heeft die jongen ervaring. En de sterkste man van Amsterdam? Ja, dat wel. Daar ben ik trots op. Dat is een leuke competitie ook trouwens. U zag inmiddels op de achtergrond Gerard Dupri. Hij slaagde ook en heel gemakkelijk op 110 kilo. Dit is hem. Dan zijn we inmiddels beland op 130 kilo. De taxichauffeur Rinus Stijnbach is afgevallen. Hij strandde dus op 120. En u ziet hier Kees de Vreugd. Problemen en dan valt hij achteruit. U zag het bijna al aankomen. Kees de Vreugd heeft pijn aan zijn knie, de bandage moet er meteen af. En dan zal er een lelijke blessure aan overhouden. De volgende man, Huub van Eck. Come on. En ook hij krijgt problemen. Met moeite naar de borst, omrollen. 130 kilo, u ziet dat. Kracht, kom! Aanwijzingen van zijn coach Ron Zijp. En dan komt die stam nu op zijn gezicht. Even herstellen, Huub, even herstellen. Steun dus met zijn gezicht. En ook Huub van Eck valt. Bijna door het gordijn. De anderhalve minuut is nog niet voorbij, maar u ziet wat beschadigingen op het gezicht van Huub van Eck. Lopend nu weer naar die stam. Proberen die 130 kilo toch boven zijn macht te houden. 2 seconden lang. Met gestrekte armen en met gestrekte benen. Nou maak je kwaad. En het is natuurlijk erg moeilijk om voor de tweede maal binnen anderhalve minuut die explosiviteit aan te wenden. En dat lukt dan ook niet voor Huub van Eck. Hij valt af. Kijken wij dan naar de show van Gerard Dupri. Alsof hij de goden aanspreekt. Kom en drukken!
Indrukwekkend. Geslaagde poging dus van deze man, Gerard Dupri. Nog steeds de sterkste man van Nederland. Stacho Pisco. In Amerika was hij dus bij de sterkste man van de wereldcompetitie. Deed hij 79 nog niet mee, maar deze man is erg sterk. Dat uitstoten lukte niet. Uitstoten vasthouden, Stacho. Vasthouden! En dat wel. Kijk dat daar zijn hand. Blesseert zich. Wat kleine schaafwondjes. Niet ernstig. Dan hier Siem Wulfsen, 29 jaar uit Dordrecht. Nederlands kampioen in de gewichtsklasse tot 110 kilo bij het powerliften. Hij probeert hier 130 kilo bij het boomstam tillen. Ja hoor, prima voor Siem Wulfsen. Vervolgens een gewicht van 140 kilo met alleen nog in de strijd Gerard Dupri, deze man, Stacho Pisco en Siem Wulfsen. Dit is Dupri. De training alvast van Stacho Pisco. Concentratie. Maar wij letten nu op Gerard Dupri. Daar is hij. Gerard in problemen. Nog 10 seconden. Tijd is bijna om. Nee, nee Gerard. Hij geeft het op. Nog in de race dus Stacho Pisco, deze man. En Siem Wulfsen. Stacho Pisco tilde in Amerika 150. Het moet dus geen probleem voor hem zijn dit. Even rust vinden. En dan dit. Klasse. En hoe je het ook went of keert, hele sterke teksten zijn dat van Stacho Pisco. De enige die zijn poging nog kan evenaren van 140 is Siem Wulfsen. De man met vele tatoeages, twee kettingen ook om de nek. Misschien dat hij daaruit de kracht put. Nee, het lukt hem niet. 140 kilo zijn hem te veel. Toch applaus voor deze hele sterke man, Siem Wulfsen. Maar Stacho Pisco wint. Hier is de eerste uitslag, die van het boomstam tillen dus. Voor de overwinning krijgt Stacho Pisco 8 punten. Een gedeelde tweede plaats en dus 7 punten voor Gerard Dupri en Siem Wulfsen. Kees de Vreugd, Huub van Eck en Peter Egbergen krijgen 5 punten. Rine Steinbach 2 en Rob Foree 1 punt. Een aantal zeer moeilijke seconden gaat de deelnemer tegemoet bij het volgende onderdeel, het zogenaamde accutillen. Misschien heeft u het gezien bij de wereldfinale in Amerika. De bijna 25 kilogram wegende accu is een rechtstreekse aanslag op de nek en op de schouderspieren. Pure concentratie van geest en lichaam, met daarbij de blik op oneindig. De eerste man, Siem Wulfsen uit Dordrecht, u hebt het gehoord. En let u op de stand van het lichaam. Het hoofd en de hakken moeten tegen de paal steunen. En de tijd gaat pas lopen wanneer de armen horizontaal zijn. Hier ziet u de draad. Als de accu tegen het touw komt, dan betekent dat stoppen. 35, hou vast, hou vast. En dat is een tijd 43/16. En dan nu Stacho Pisco. In Amerika kwam hij bij zijn poging tot ruim 30 seconden. Let je op de instructies van Piet van.
De 21-jarige Alkmaarder. Het klassement na 4 onderdelen. 1 Wulfse die zijn positie verstevigt. 31 punten. Tweede op 5 punten Stago Pisco. Derde op 7 punten Gerard Dupri. Vierde op 9 punten Huub van Eck. En de rest ontloopt elkaar niet veel. Het begin van de tweede dag in de Mierpaal in Dronten. Een spectaculair onderdeel is altijd het vrachtwagen trekken. Deze gevaarten zijn 9 ton zwaar. Het parcours is 22 meter. De tijd is 1,5 minuut. En is er een hand niet over de streep, dan wordt de getrokken afstand van de truck geteld. Die trucks zijn echt even zwaar en daarom wordt er tevoren geloot wie de linker en wie de rechterbaan trekt. U ziet hier Kees de Vrug alleen en dat komt omdat Stago Pisco als gevolg van een meningsverschil met de wedstrijdleiding ten aanzien van de barrage bij het stavenbuigen besloot zich terug te trekken. En dat was natuurlijk jammer. Inmiddels zien wij Kees de Vrug alleen dus op de linkerbaan. Maximale tijd, nogmaals gezegd, 1,5 minuut. Heeft die wagen op gang gebracht? Dit is Henk Keizer, zijn assistent. Staat erbij om op te jutten. Veel sfeer in de Meerpaal in Dronten. En het blijft een indrukwekkend gezicht. Tempo is nog goed bij Kees de Vreugd. Met de knieblessure, maar het gaat hem goed af dit. Houd de gang erin, zegt Henk Keizer. Maar dan lijkt het even mis te gaan. Tempo wordt minder. Wagen staat stil bijna. Weer kracht zetten. Als die wagen eenmaal op gang is, dan gaat het wat makkelijker. En nog 1,5 minuut voor Kees de Vreugd. U ziet het hier aan de voeten. Tempo is er duidelijk uit. Nog 20 seconden. En krijgt hij die wagen over 22 meter. Onder in beeld de streep en haalt hij die. Nog 10 seconden. Kees de Vreugd uitgeput. En dan geeft hij het op. Daar is de maximale tijd. Zijn afstand is 12,68 meter. Rob Foree hier met Mieke. En dit is Rine Steinbach met Han van Dijk. En dit is de uitrustende Kees de Vreugd. Links Rine Steinbach, rechts Rob Foree. Lange man die Steinbach, die zal zijn lengte ook gaan gebruiken. 1,89 meter en is natuurlijk ook zeer zwaar, 130. En hier in problemen Rob Foree. Is ook lang, maar niet zo zwaar. 16 kilo verschil. En nog steeds problemen voor Foree. Steinbach gaat goed. Heeft 1,5 minuut gebruikt nu. Echtelijke twist. Het echtpaar Foree. En Rob staat er wat machteloos bij. Maar deze man niet. Is nu op de helft van de tijd. Rine Steinbach. En daar zit u duidelijk het verschil. Even van zijn plaats die wagen. Maar niet veel. Schuivelend Rob Foree. Steinbach gaat nog steeds goed. Nog 15 seconden heeft hij. Rob Foree geeft het op. Krijgt die wagen niet van zijn plaats. En haalt Rine Steinbach nou die streep of niet? Als er een handje overheen is, heeft hij het gehaald. Wel of niet? Ja, inderdaad. Op 1 minuut 27 krijgt hij die wagen over de streep. Althans een hand. Een goede prestatie voor Rinus. Hij was groot genoeg. Hij had genoeg massa. Ja. In het voordeel dus. Nou, de meeste wegen 115, 130. Ik weeg 130. Maar het is wel een voordeel als je dus zwaar bent. Als je je gewicht in de schakel gooit. Anyway. En dat heb je even gedaan? Dat heb ik gedaan, ja. En de andere nog. En twee van die anderen zijn Huub van Eck links en Peter Egbergen rechts. Een erg zwaar onderdeel. Lichte voorsprong al voor Huub van Eck met Ron Zij bij zich. Dit is hem. 9 ton zwaar zijn die vrachtwagens. Ga er maar aan staan. En Huub doet het goed. Ook een nadrukkelijke rol voor de coach van Peter Egbergen, Ron Peining. Terwijl u kijkt naar Huub van Eck en nu naar Ron Peining dus. En zo'n commando gaat door, lijkt natuurlijk voor de hand liggend. Maar het is erg belangrijk voor de deelnemers.
Toch zit de gang er niet zo duidelijk in. Wel voor Huub van Rek, maar niet voor Peter Egbergen. Dit is Huub. Nog 25 seconden voor hem. Kleine man natuurlijk, die van Hek. Terwijl u ziet dat zijn voorsprong duidelijk is. Halverwege het parcours nu Huub van Hek. Nog 5 seconden. En dan is de tijd om. Last van je knie? Hè? Last van je knie? Ja, ik krijg een power zetten, weet je. Alles moet uit je knieën vandaan komen met dit onderdeel. Dan heb ik het toch wel erg last van. Dat is Kees. Van een moordende oefening. 12,62 meter 62 voor Huub van Hek, 6 centimeter minder dan Kees de Vreugd en Peter Egbergen strand op 6 meter 4. En dan de giganten tegen elkaar, de nummers 1 en 2. Dit is de nummer 2, Gerard Dupri. Hij heeft links gelood en Siem Wilfsen wordt nog even toegesproken door zijn assistent Arnold van Zeusten. En dit is Gerard Dupri met Jan-Hans van der Pal. Bemoedigende woorden van zijn coach voor Siem Wilfsen. En dan moet het nu gebeuren. Wie is hierbij de sterkste? De nummers 1 en 2 van het klassement. Rechts de nummer 1 dus, Siem Wilfsen. En dit is Gerard Dupri. Dit is Van Zeusten, de assistent van Siem Wilfsen. En dan Jan-Hans van der Pal. Kwijt zich zeer serieus van zijn taak. En kijk eens naar Gerard Dupri. Elke keer omhoog. Om zijn gewicht goed te gebruiken. En hij gaat goed. Duidelijke voorsprong op Siem Wilfsen heeft deze Gerard Dupri. Op de helft nu van de tijd. En kijk eens naar Van der Pal, die helper van Gerard Dupri. Alsof hij het zelf moet doen. Nog een halve minuut. Letten wij dan op de winnende tijd op dit moment van Rinus Steinbach. Dat was 1.27. Schreeuwend die Van der Pal. Moordende meters die 22. Nog 10 seconden. Tijd Rinus Steinbach 1.27. Wat doet Gerard Dupri? 25, 26 en 27. Precies dus gelijk aan Rinus Steinbach. Over de streep en voor je naaste belager, Gerrit. Ja, gewichtspel door om. Gewicht van de tegenstander. Siemens jongen, die heeft meer conditie. En ik gooi mijn gewicht erin. Dat kost kracht, hè? Kost kracht, kost alles dit. Ik heb niet geweten dat het zo zwaar was. De uitslag, Dupri en Steinbach 8 punten voor de overwinning. De Vreugd 6, Van Eck 5, Wilfsen 4, Egbergen 3 en Rob Fauré 2 punten. Heren, een beetje uitgeheigd en een gedeelde eerste plaats. Gerrit? Ja, keurig vind ik. We doen allemaal ons best. En dit aan te trekken, ja, dat houdt wel in. Dat gewicht van je eigen, het persoonlijke gewicht, natuurlijk een hele grote rol speelt. Ja, het is 9,5 ton. En als je naar 135 bent, zoals ik, 133. Of je bent 100 kilo. Dat is een duidelijke zaak. Rinus, heb jij dat ook als een voordeel ervaren, je gewicht? Wat weeg je precies? Ja, ik weeg precies wel als Gerard. Precies zelf het gewicht. En ik heb ook mijn gewicht erin gegooid. Wat ik dus zelf al een 100 keer gezien op een video en zo. Van hem ook. En nou, ik ben blij dat ik het gehaald heb. Ik zeg het, jullie zijn nu een beetje uitgeheigd. Als je het analyseert, is dit een van de zwaarste onderdelen? Nee, het is wel heel zwaar. Dan komt nog een verschrikking straks. Rinus? Ja, inderdaad. Dat is conditie. En wat zal dat nou wezen? We gaan het straks zien. De stand na 5 onderdelen is er nog steeds Siem Wilfsen 35 punten. Goeie tweede Gerard Dupri 32. Derde Huub van Hek 27 punten. En dan Rinus Steinbach, Kees de Vreugd, Peter Egbergen en Rob Fauré. De baas
basiskracht van de meeste deelnemers is verder ontwikkeld via het powerliften, een sport die de laatste tijd erg in zwang is. Het powerliften bestaat uit 3 onderdelen, het bankdrukken, het kniebuigen en het deadliften. En ons volgende onderdeel is geïnspireerd op de deadlift, namelijk het van de grond aftillen van zoveel mogelijk guldens. Dit is een zakje met 3 kilogram. Het aanvangsgewicht is 200 kilogram, dus u kunt zich voorstellen dat het wel een poosje geduurd heeft om deze bakken vol te krijgen. Spelregel bij het powerlift, oftewel de deadlift, de armen en benen moeten gestrekt zijn, minimaal 2 seconden. We zijn al even onderweg en we zitten hier op 290 kilogram en aan de houten Rob Foree. En u ziet het moeizaam, maar hij glimlacht, want het is gelukt. Iedere deelnemer heeft 60 seconden per poging en het aanvangsgewicht mag zelf bepaald worden. Dat wil zeggen, de deelnemer mag een beurt overslaan, maar dan niet meer terugvallen op een lager gewicht. 300 kilogram nu voor Peter Echtbergen. En dat gaat nog zeer goed. Rinus Steinbach in overpeinzing. Wat staat hem allemaal te wachten? Rob Foree weer voor 300 kilogram. En dat is te hoog gegrepen. Hij maakt het de volle 60 seconden niet op. Hij haakt af en blijft dus steken op 290 kilogram. Nog 6 man in de strijd en we maken een sprong naar 350 kilogram. En dit is Kees de Vreugd, Nederlands recordhouder in de klasse tot 125 kilogram. Indrukwekkend, deze Kees de Vreugd. Het lijkt moeiteloos te gaan. Weer een sprongetje, 360 kilogram. Huub van Eck, let nu op zijn stand. Wijdbeens, hoeft dus niet zo hoog te tillen. Ja, dat lukt hem. En omdat alle deelnemers de voorkeur hadden gegeven aan het tillen met straps, was het gebruik van deze hulpmiddelen die via hand en pols om de halter werden gewikkeld toegestaan. Dit is Peter Echtbergen voor 360 kilogram. En u ziet het, niet zijn meest zondagse gezicht, maar een fantastische prestatie voor deze 21-jarige jongeman uit Alkmaar. 370 kilogram, Rinus Steinbach. Nee. Kijk toe, dan wordt hij eraan herinnerd dat hij nog een aantal seconden over heeft, dus hij mag nog verder gaan. Maar zo'n tweede poging, zo vlak achter elkaar, dat levert natuurlijk vaak moeilijkheden op. En Steinbach die blijft steken bij 350 kilogram. 370 kilogram nu voor Peter Echtbergen. Een knokker die Peter Echtbergen, maar dit was toch te hoog gegrepen. Hij kwam tot 360 kilogram. Genoeg? Voelt genoeg. Meer dan genoeg. Wat is je record? Nou, met gewoon de powerlift, gewoon deadlift, ja. Bedoel die. 82 zo'n beetje. En dan staat hij op de grond, hè? Deze staat hoger, dus die pak je veel meer. Huub van Eck liet het bij 370 kilogram en toen waren er nog 3 man over. Dit is Kees de Vreugd, Gerard Dupri en Simon Wulfs. En letten we op deze Kees de Vreugd, 380 kilogram. Vervaarlijke kreet van Kees, maar u ziet het overwinnaarsgebaar. 380 kilogram van de grond getild. Ja, 390 kilogram nu voor Gerard Dupri. Alsof hij het wil verslinden, dat gewicht. En u ziet het, daarmee is hij 20 kilogram boven het gewicht van wat hij in Amerika van de grond haalde. Een fantastische prestatie voor deze bijna 45-jarige man. Oké, en dit gewicht dat werd ook gehaald door de Vreugd en Wulfsen. En we zien dan nu Simon Wulfsen aan 400 kilogram. Zijn beste prestatie bij een normale deadlift, dus zonder een houten vlonder, 330 kilogram.